En de COVID-19-crisis kan voor veel stress zorgen. Dit zegt de microbioloog en voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Hij geeft aan dat mensen die zich in een stresssituatie bevinden meer voeding gaan gebruiken. Maar ook minder eten. Zorgt ervoor dat het afweersysteem afneemt, waardoor mensen vatbaarder zijn voor allerlei infecties, zegt de voedseltechnoloog. In de situatie moeten we erop letten, bijvoorbeeld dat we, zij die in een stresssituatie zijn, ze merken op dat ze snel boos worden, snel geïrriteerd zijn. Als ze bijvoorbeeld thee en koffie drinken, wordt geadviseerd om het niet te doen. Stress gaat ook ervoor zorgen dus dat je dus meer gaat roken, meer alcohol gaat gebruiken, waardoor ook je zenuwachtigheid toeneemt. Wat we moeten doen is in eerste instantie, we moeten vitamine C gebruiken om ons weerstand op te bouwen. Want stress gaat ervoor zorgen dat je immuunsysteem afneemt en daardoor ga je dus vaak makkelijker vatbaar zijn voor infecties. Ja. Door magnesium, door zink. Zink helpt bijvoorbeeld tegen infecties. Vitamine C helpt tegen infecties. Zink helpt ook ervoor dus dat je spijsvertering en je hormoonhuishouding blijft functioneren. Waarin zit zink? Zink zit onder andere in zuivelproducten, in dierlijke producten, in volkoren granen. En magnesium wordt ook genoemd een antistress hormoon, een mineraal, omdat het zorgt dat je spieren zich ontspannen en dat je bijvoorbeeld je stressresistentie, je weerstand tegen stress, wordt geoptimaliseerd. En die zit bij onder andere in groenten, ja. Ook in dierlijke producten zitten. Dus we moeten daarop letten. Kijk, dus eigenlijk wat u zegt, eigenlijk die dingen die u noemt, zijn eigenlijk gevaarlijker voor ons dan die ziekte zelf. Ja, klopt. Omdat als je gestresseerd bent, neemt je weerstand af en ben je vatbaar voor allerlei infecties. Dus niet alleen voor COVID, voor allerlei soorten virusinfecties ben je vatbaar. Het gaat benadrukt dat er geen medicijn is tegen het COVID-19 virus. Hij wijst erop dat mensen moeten proberen hun weerstand op te bouwen. Je weerstand moet het virus herkennen en je weerstand gaat afval en antistoffen produceren. En zolang je weerstand dat niet gedaan heeft, dan ben je ziek en dan voel je je niet lekker. Ja. Dat senior burgers een risicogroep zijn, dat senior burgers makkelijker dood kunnen gaan, dat komt omdat ouder dan 60 jaar begint je weerstand al af te nemen. Ja. En als je ook dus nog een onderliggende ziekte hebt, dan is je weerstand nog extra verzwakt. Waardoor een infectie als COVID fataal voor je kan zijn. Ja. Maar even skin trangen, als je je goed voedt, dan kan je het aan. Maar als je elke dag bijvoorbeeld rijst met sardine eet, en het gaat me niet verwonderen als je die situatie op dit moment hebt. Als je elke dag rijst met zout eet, dan verzwak je immuunsysteem, je lichaamsconditie gaat achteruit. En als je een infectie oploopt als COVID-19, dan kan het fataal zijn. Aldus Ricky Stuttgart, microbioloog en voedseltechnoloog. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.